Goedendag. Namens de aardvergunning eigenschap 1 plus x plus y kwadraat plus y n gelijk aan 1 plus x n plus 1 in x. Dan gaan we niet t zoeken waarom geldt dat deze formule hier geldt. Aan de linkerkant heb je 1 cos t tot cos de 11. Verder betekent dat in de formule dat x sin n 11 is en sin is x. Cos t is x. Ja? Dan kun je die formule toepassen. Dan wordt dat 1 min cosinus t tot macht 12 gedeeld door 1 min cosinus t. Die plus moet wel een min zijn, dat ga ik later aanpassen. Hier krijg je 3 vierden, je staat voor. Hier merk je in feite dat je x cosinus tot de derde is. Ja, en dan krijg je, als je goed kijkt, 1 x x kwadraat x tot de derde. Dat betekent, je n is hier 3. Ja, dan krijg je dus 1 min cosinus tot de derde x t tot de vierde gedeeld door 1 min cosinus tot de derde t. Ja, dat gaan we dan uitwerken eerst. Hier moet een min staan, sorry daarvoor. Ja, dan krijg je dus, als je dit uitwerkt, dit is 3 vierde, 1 min, dit is de cosinus tot de 12e t, gedeeld door 1 min cosinus tot de 3e t. Dan merk je aan beide kanten staat 1 min cosinus t, die mag weggedeeld worden. Dan heb je over, als we de verkrassing vereenvoudigen, dan krijg je 4 maal 4 cosinus tot de 3e t, is gelijk aan 3 keren 1 min cosinus t. Hier moet een is tussen staan. Uitwerken krijg je dus 4 min 4 cosinus de derde t is 3 min 3 cosinus t. Dan gaan we naar één kant brengen. Dan krijg je 4 cosinus de derde t min 3 cosinus t en min 3, 3 min 4, min 1 is 0. Dat is we gaan substitutie uitvoeren. De cosinus t is bijvoorbeeld u. Dan krijg je 4u tot de derde, min 3u, min 1 is 0. Dat gaan we oplossen via Horner. Ja, uw onbekende is hier u, Horner. Nu als je 4 min 3 min 1 doet, krijg je 0. Dat betekent 1 een oplossing zal zijn. Dus hier, bij 1 heb je een oplossing 4. Geen u kwadraat 0, min 3 min 1. Dan krijg je 4, 4, 4. Dat was 4. Dit wordt 1, dit wordt 1 en 0. Nou, over 4u kwadraat plus 4, dus 4u kwadraat plus 4u plus 1. Hier, discriminant is 16 min 16 is 0. Dat betekent 1 oplossing min b tot 2a is min 4 tot 8 is min 1 tweede. Dus je hebt twee oplossingen voor uw u, dat waren 1 en min 1 tweede. Dus als u gelijk is aan min 1, 1, heb je cosinus t en u is gelijk aan min 1 tweede. Als u 1 is, dan is uw cosinus t gelijk aan 1. Dat betekent dus, waar is de cosinus gelijk aan 1? En goed kijk, dat is bij het punt 0. Dat betekent gewoon, t is 2k pi. We werken in radialen, dus 0 plus 2k pi, 0 schrijven we dus 2k pi. Tweede oplossing, t is min 1 tweede. Dat betekent, cosinus t is min 1 tweede. Om hier een cirkel, waar ligt cosinus hier positief? Positief, negatief, negatief. Dat betekent dat je een derde kwadrant kan kijken. Als cosinus t 1 tweede is, dan weet je dat die hoek pi gedeeld door 3 is. Echter, we moeten de hoek met een tweede kwadrant, de subsidiaire hoek, dat is 2 pi gedeeld door 3. Dus t is 2 pi gedeeld door 3 plus 2k pi. Subsidiaire hoek van pi op 3, omdat we negatieve waarde hebben. Ook deze hoek is het tegengestelde hoek, want het is dus min 2 pi op 3. Heeft ook de kosten, dus min 1,5. Dus 2π op 3 gedeeld door 2kπ. Dus oplossingen zijn 2kπ en deze twee oplossingen. Dankjewel, bye bye. Met veel plezier video's voor jullie. Maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig. Dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dank u wel, ik wil helpen. Dank u wel, bye bye. Dank nog wel.